Hoe meer je de lagen van je ego afpelt, hoe meer je bewust wordt over je energielichaam. Aan dit proces van het verhogen van je bewustzijn zitten vele voordelen. Je zit lekkerder in je vel, synchroniciteiten worden bizar en je kan gaven ontdekken die je kunt gebruiken om de wereld een betere plek te maken. Maar hier zit ook een keerzijde aan. Zonder ego ben je namelijk een open kanaal en stel je energie kwetsbaar, open en bloot op. Dus de grootste vraag die ik krijg van mensen die veel ontvangen is: hoe bewaak ik mijn energie? En daarvoor geef ik in deze video 7 manieren hoe je kunt voorkomen dat je niet van je energie beroofd wordt. Wat een kutdag. Mijn PC is gecrashed en ik heb die bestanden erop nodig. En mijn vriendin stuurt me net dat ze mijn gedragspuug zat is en ze het uitmaakt. En het regent. Kut weer. Waarom moeten ze altijd mij hebben? Barry, kan ik even met jou praten? Ik zit echt met heel veel ellende, man. Mijn contract wordt waarschijnlijk niet verlengd. Dan ben ik denk ik mijn baan kwijt. Geen inkomsten meer. Hoe ga ik het huis betalen? Oké. Even een momentje hoor, ik ben zo terug. Hoezo? Moet je pissen? Ja, zoiets. Zo terug. Barry, god mon dieu, als je het koud hebt, zeg dat dan gewoon. Dan zet ik de verwarming gewoon wat hoger. Nee, dat hoeft niet. De laken dient ter bescherming. Ter bescherming? Ter bescherming voor wat? Wintermuskieten? Nee man, jouw energie. Pardon? Wat is er mis met mijn energie? Niets, maar het houdt mijn frequentie omlaag. En die hou ik graag hoog. Maar ik wil best wel naar je verhaal luisteren. Daarom heb ik deze door een verlichte guru-meester anti-lage frequentielaken uit de kast gehaald om het tegen jouw negatieve gezuik te beschermen. Hey mensen, mijn naam is Mike Ranji en welkom op mijn kanaal waar alles draait om het worden van de beste versie van jezelf. Voor iedereen die nieuw is op dit kanaal, welkom. Ik maak wekelijks video's over downward spiritualiteit, zelfontwikkeling en tools voor meer vrijheid, geluk en voldoening. Je zou me enorm steunen en helpen in de groei van dit kanaal door even op de like-knop te klikken onder de video. En als je op de hoogte gebracht wordt van alle nieuwe content die ik post, klik dan meteen op de rode abonneerknop en op het notificatiebelletje. Toen ik door het spirituele ontwakingsproces ging, ging ik steeds meer fijne gevoelens ervaren. Ik ontdekte ook bepaalde spirituele vaardigheden waar ik aanleg in had. Ze noemen het gaves, maar ik hou het liever nederig. We zijn namelijk allemaal spiritueel begaafd. Sommige gaven heb je meer aanleg voor dan andere. De ene gave vind je interessant, leuk en wil je ontwikkelen omdat het jouw zielsding is. Andere gaven boeien je niet. Hoe dan ook, in het ontdekken hiervan ontdekte ik ook dat wanneer ik in een toestand was waar ik gevoelig was om informatie op te pikken, ik ook enorm gevoelig was voor negatieve energie. En dit kon zijn negatieve energie van andere mensen, bepaalde omgevingen. Maar ook negatieve energie gecreëerd in mijn eigen systeem. In de vorm van oude traumaatjes of negatieve gedachten die de frequentie van mijn energieveld omlaag houden. Ik werkte toen regelmatig bij het GGZ en ik kwam enorm veel mensen tegen die heel hooggevoelig waren. En ook enorm veel informatie binnenkregen. Maar omdat ze hun energie niet konden beschermen, plat werden gewalst door het leven. Dus ik wist dat als ik mijn bewustzijn maximaal wilde verhogen en onderweg niet bekogeld zou worden door negatieve kogels, moest ik wegen vinden om mezelf te beschermen. En die heb ik. En ik ga ze nu met je delen, zodat, hoop ik, jij er iets aan hebt om je lichtwerkenleven een stuk makkelijker te maken. Nummer 1. Lifestyle. Op nummer 1 heb ik gezet lifestyle, omdat het voor mij de meest snelle en merkbare weg was om je energie te beschermen. Met lifestyle bedoel ik grenzen stellen in het fysieke leven wat je leeft. Door dingen niet te doen of afstand te houden van dingen
die je van je energie beroven. En wel dingen te doen die je meer energie geven. Als je in 5D zit, hoef je niet meer druk te maken om je fysieke lichaam, aangezien je dan met je bewustzijn ergens in de zevende hemel leeft. Maar onderweg daarnaartoe zul je jezelf in dit 3D bestaan moeten beschermen. Voor mij persoonlijk betekent dit mezelf beschermen voor drukke omgevingen met veel prikkels. Intermittent vasten, mijn smartphone uitschakelen, geen contact meer met mensen die toxisch zijn, mijn werkruimte inrichten op een manier dat het overzichtelijk is, geen grote puinzooi. Als je kijkt naar de manier waarop je leeft, slaapt, eet, omgaat met het lichaam waar je zit, kun je altijd dingen vinden die je energie wel of niet goed doen. Werk daar het eerst aan. Nummer 2. Verankeren in het moment. Heel veel spirituele broeders en zusters verspillen enorm veel energie omdat hun focus all over the place is. Constant afgeleid door gebeurtenissen in de buitenwereld of gebeurtenissen in hun eigen gedachtenwereld. Of altijd maar bezig met een 1001 dingen. Zelfs wanneer het allemaal spirituele dingen zijn. Wanneer je focus een wilde slingeraap is, is dat uitputtend. En deze energie die je levert, brengt meestal niet veel terug, naast uitgeput zijn. Als jij hier last van hebt, train je focus dan, zodat je vaardig wordt in het jezelf verankeren in het moment. Stel je voor dat je een bunker hebt, hier, van binnen, die beschermd is tegen kernwapens. En elke keer wanneer er bommen vallen in de omgeving waar je in bevindt, kun je die bunker in vluchten. En daar rustig je boterhammetje opeten totdat de bommenwerpers zijn overgevlogen. Jij hebt die plek in je, waar het altijd stil is. En daar je bewustzijn in kunnen verankeren, gaat die energie veilig houden. Nummer 3. De bubbel. Ik werd ooit door mijn manager meegenomen naar een meeting. Eindeloze meetings zijn voor veel managers een bron van energieslurperij en burn-outs. En die man vertelde me dat hij een speciale vaardigheid had om zich te beschermen van wat hij noemde onzin meetings. Hij zei dat hij daar zittende een bubbel om zich heen visualiseerde, die zijn energieveld afbakende van alle energieën van buitenaf. En vanuit die bubbel kon hij in de rust en veiligheid van zijn eigen kwaliteit energie de situatie overzien. En vooral rustig zitten, als de Boeddha. En af en toe ja knikken wanneer dat nodig was. Ik was toen net een beetje into de spiritualiteit en ik dacht dat het een grap was. Maar toen ik naar hem keek tijdens die meeting, dacht ik of hij acteert heel goed of hij is echt de Boeddha in de ruimte. Hij leek sowieso al op de Boeddha. En dit was een geweldige synchroniciteit voor mij op dat moment, aangezien ik toen net leerde over de Boeddha. Maar hij zag eruit als de enige kalme in de ruimte, terwijl de rest gestrest was, angstig, burned out over al het gezeik waar ze het over hadden. Deze bubbelvisualisatie gebruik ik tot op de dag van vandaag nog steeds. En het werkt. Het is geen magie. Maar ergens ook wel. Wanneer jij je intentie gebruikt om een beschermend veld om je energie heen te bouwen, reageert je lichaam en de omgeving hierop. Ik heb het pas nog gebruikt in het vliegtuig, toen ik met een huilende baby in een draagzak voorbij de stoelen liep waar mensen in zaten die niet zo blij met me waren. Ik voelde me heerlijk, veilig in mijn bubbel. Dus probeer het zelf uit. Nummer 4. Energiereiniging. Ik ben geen expert in energiereiniging, maar ik gebruik het zelf op 2 manieren die beide heel effectief werken. Voordat ik ze geef, waarna ik je uitnodig om zelf uit te zoeken wat voor manieren van energiereiniging er nog meer bestaan, wil ik vertellen hoe energiereiniging werkt. Er zijn middelen zoals Palo Santo die een reinigende werking hebben, maar niets reinigt beter dan de kracht van liefdevolle intentie. En daarom werken deze technieken in mijn ogen alleen maar gecombineerd met een liefdevolle intentie. De eerste is dus Palo Santo, wat regelmatig wordt gebruikt met plantmedicijnceremonies om de ruimte en energievelden van de deelnemers te reinigen. Je kunt op YouTube video's vinden hoe je dit kan gebruiken. En het kan een krachtige manier zijn om een ruimte die bedwelmd is met negatieve energie te reinigen. Of jou te reinigen wanneer je wat sticky, toxische energie op je hebt plakken. De andere manier is een koude douche. Jezelf blootstellen aan koud water is al een eeuwigheid een manier van mensen om energetisch te reinigen. Naast dat koud water een reinigende werking heeft op je omdat het zenuwstelsel een reset geeft, is het vooral de visualisatie van
negatieve energie die van je afspoelt met liefdevolle intentie om dat los te laten. De magic trick. Dus dit zijn manieren die je kunt gebruiken na bijvoorbeeld een drukke werkdag waar je een hoop negatieve energie bij je hebt opgeslagen. Nummer 5. Je gidsen. Toen ik jong was, ging ik voor de eerste dag naar de middelbare school. En ik was doodsbang. Mijn maag zat in een knoop. Ik was onzeker. En ik kan nu nog terugvoelen hoe rot dat voelde. Ik had, om me te beschermen, mijn jeugdknuffel, Snufje, het konijn in mijn zak gedaan. En onderweg naar de tram deed ik mijn ogen dicht en vroeg ik of Snufje mij wilde beschermen. Ik maakte toen iets spiritueels mee. Ik voelde me warm, beschermd en veilig. En ik wist op dat punt dat Snufje mij beschermde. Gelukkig heeft niemand ooit ontdekt dat ik als brugklasse een knuffel in mijn binnenzak had. Want dat zou mijn jeugd wel denk ik een stukje traumatisch hebben gemaakt. Maar terugkijkend vanaf hier denk ik niet dat Snufje mij beschermde, maar gids. En Snufje was in mijn jeugd altijd een bestaande entiteit. Alleen was het niet de knuffel die daadwerkelijk leefde. Maar een verzorgende, liefdevolle ondersteuning die me nu nog bijstaat. Kijk, dit is Snufje. En nee, Snufje zit niet meer elke dag in mijn binnenzak. Dus je gidsen, je hogere zelf of het universum om hulp vragen is een enorm krachtige manier om hulp te krijgen. Nummer 6, de natuur. In de tijd dat ik spiritueel ontwaakte, kwam ik regelmatig op plekken die mij een enorm paniekerig gevoel gaven. Niet alleen omdat deze plekken deze energie bevatten, maar ook omdat die energie resoneerde met de trauma's die in mij naar boven kwamen. En ik weet nog dat ik heel veel in de natuur te vinden was. Omdat eenmaal in de natuur voelde ik gewoon dat mijn lichaam zich afregelde op een andere frequentie. 432 hertz om precies te zijn. De frequentie van de natuur. Jezelf intunen op deze frequentie door zoveel mogelijk aanwezig te zijn in de natuur en niet in je hoofd. Zal je systeem in balans brengen, zodat je meer vitaliteit ervaart en je energieveld weer verhoogt in frequentie. Nummer 7. Liefde. Last but not least, eigenlijk moest dit op nummer 1 staan, maar goed, liefde. Ik heb vaak berichten gekregen van hoe verwijder ik negatieve energieën en demonen die me achtervolgen in mijn leven. Het ergste wat je een demon aan kan doen, is het knuffelen met al je liefde. En dit ziet de schattigheid, maar zie dat maar in de praktijk te doen. Demonen zijn niets anders dan manifestaties van je eigen trauma's die zich soms afbeelden in de vierde dimensie via je dromen of in je wakkere realiteit terwijl je een psychose hebt. Waardoor het lijkt alsof er werkelijk entiteiten achter je aanzitten die gewoon zouden verdwijnen als jij beter voor jezelf zou gaan zorgen. Zelfliefde. En zelfliefde betekent ook het niet zo leuke schaduwwerk, waar je onverwerkte situaties in jezelf weer heelt. En dit proces is geen makkelijker, maar wordt altijd gestuurd door liefde. Niemand kan zonder liefde zichzelf vrijmaken en beschermen tegen negatieve energie. En niemand met eindeloze onvoorwaardelijke liefde voor zichzelf en anderen kan geraakt worden door negatieve energie. Liefde. En dus je bewustzijn verhogen tot een punt waar je steeds meer van deze hoge frequentie gaat ervaren in je lijf, is je meest krachtige zwaard tegen negatieve energieën. De grootste spirituele meesters die er rondlopen, kun je alles afnemen, martelen of het leven zuur maken. Maar ze zullen niet geraakt worden, omdat ze deze video hebben gezien. Zo, dat waren ze. 7 manieren om jouw hoge vibe te beschermen van zijn ondergang. Spiritualiteit is hard werken, maar het is niet hard werken. Het is altijd bewust blijven en een toolbox van vaardigheden ontwikkelen die het best voor jou werken in het proces van je bewustzijn verhogen. En vervolgens beschermen en niet omlaag te kelderen door elk wisje of wasje. Dus ik hoop dat je hier wat vindt om dit voor jou te doen. Als je tot hier in de video bent gekomen, laat het me even weten door in de comments te typen de bubbel staat aan. Bedankt dat je de tijd dat je dag hebt genomen om naar mijn video te kijken. Vond je hem leuk en wil je dit kanaal steunen? Klik dan even op de duim omhoog onder de video en klik meteen op de rode abonneerknop en op het notificatiebelletje, zodat je geen van mijn video's mist. Mensen, zorg goed voor jezelf en de mensen om je heen. Wees de beste versie van jezelf elke dag. En ik zie je in de volgende video.